U bedoelt zware wapens die... Nee, daarop kan ik nog geen positief antwoord geven. De korpsleiding is bezig met ook buitenlandse autoriteiten om eigenlijk data uit te wisselen en te werken aan de herkomst van deze wapens. Ik kan me niet uitlaten over als ze bij het leger thuis horen en dergelijke. Wat ik wel weet, dat sowieso wij Suriname produceren geen wapens. En de onderzoeken hebben uitgewezen dat de meeste wapens meestal uit Amerika komen. Waarschijnlijk smokkelwapens, als zodanig nog niet geplaatst zijn. Dan zijn het sowieso smokkelwapens. Ik breng in herinnering dat niet zo lang terug uit een pakketzending dat er munitie was aangetroffen. Dus dit zijn allemaal die smokkelroutes via waar wapens, illegale wapens binnenkomen. Ik denk ook over de rivier. In het verleden is het ook voorgekomen dat tijdens patrouilles personen zijn aangehouden met illegale wapens. Dus de vraag wanneer, dat is moeilijk voor mij te beantwoorden. Inderdaad zijn er tekorten. Gisteravond heb ik een meeting gehad met de brandweerbond. Vandaag hebben ze een algemene vergadering. En we hebben dus tijdens de vergadering gisteren, onze meeting gisteren, hebben we het over al deze onderwerpen, hebben we over al deze issues gesproken. Daar waar bijvoorbeeld het ministerie raadsvoorstellen moet opmaken, die raadsvoorstellen worden opgemaakt. We hebben een hele lijst aan ressources die betaald moeten worden. Ik onderken de behoeftes van de verschillende korpsen. We praten nu over de brandweer. Maar inderdaad, ze hebben uitdagingen. Gisteren bijvoorbeeld hebben ze aangehaald ten aanzien van PSU bijvoorbeeld, persoonlijke standaard uitrusting. Dat ze kleding ontberen, dat ze speciale laarzen ontberen, die ze allemaal moeten aanhebben wanneer ze bijvoorbeeld uitrukken voor een brand. Dus die uitdagingen onderken ik wel. Maar is er concreet afgesproken of naar een oplossing? Dus ik heb ze geen tijdlijn genoemd waar ik bepaalde dingen zou kunnen realiseren. Ik heb wel toegezegd dat ik mogelijkheden bekijk om misschien alvast, misschien 2 voertuigen zo voor aan te schaffen voor logistieke werkzaamheden. Maar betekent dat het ministerie, want het is al een tijdje dat ze dus dan eigenlijk klaar over deze problemen. Betekent dat het ministerie niet genoeg Ja, het is inderdaad een issue van financiën. We zijn bijvoorbeeld nu bezig met de aanschaf van brandblusvoertuigen. Het gaat om 5 voertuigen als ik het goed heb. We zijn bezig met het kabinet van de president om een ontheffingsresolutie te laten opstellen, tekenen, zodat we uit bepaalde middelen deze 5 blusvoertuigen kunnen aanschaffen. Geen vragen meer. Dank u wel.